Welkom terug bij C-Block. Ik heb heel veel tips over de filmpjes gekregen van jullie. En ik ga gelijk een persoon op de Wall of Fame zetten die een hele goede comment had. En deze persoon heet Fortnite ID's. Leuke naam, leuk. Hij commentte namelijk dit: tip, neem een ijzeren deurmes zodat je in en uit je huis kan met een knopje. En de filmpje er niet uit kan, is een hele goede. Ik heb een super complex systeem met een trapdoor. Ja, dit is gewoon super irritant. Maar volgens mij, en ik weet het niet zeker, is een village pas een village als er ook een deur is. Want een villager ziet een huisje pas als er een deur in zit. En dat is wat ik in 1.14 heb geleerd. Ik weet niet zeker of dat echt een fabel is of dat het echt zo is. Maar volgens mij heb je dus deuren nodig om ook kinderen te krijgen. Omdat een villager zich anders niet veilig voelt. En een ijzeren deur is niet een deur voor een villager. Dus, ik moet sowieso een deur in het huisje houden. Maar in principe is dat geen probleem. Ik maak nu in ieder geval gewoon een ijzeren deur. En we maken even een knopje. Hartstikke mooi. Oké, de villagers zijn inmiddels ook aan het werk. Dus ik kan hier nu wel veilig naar binnen, zou je zeggen. Jij wilde naar buiten, hè? Dacht ik even niet. Oké, knopje plaatsen we hiernaast. Hoppakee, en hij kan open en dicht. Maar, ik moet alsnog even die deur gebruiken. Gaan we die even neerzetten. Ik kan misschien hier gewoon die deur neerzetten. Het ziet dus heel dom uit. Maar het is ten eerste een extra beveiliging. En ten tweede is het gewoon voor die villagers. Die moeten gewoon de deur zien. Want nu voelen ze zich veilig. Nu kunnen ze zelf open en dicht doen. Er waren ook heel veel mensen die zeiden dat ik deze even max moest levelen. Dus dat ga ik ook even doen. Hoe gaan we dat even het snelste doen? Oh, wacht. Ik kan niet meer naar buiten. Ik heb nog een knopje nodig. Hoe gaan we dat even doen? Oké, ik ga even dit ding weghalen. En dan plaatsen we hem weer even. We hebben nog een knopje nodig. Hoe gaan we dit even... Want hier kan natuurlijk geen knop opgehangen worden. Wacht, kan dit? Aha, kijk, dat werkt gewoon. Dat is super chill. Nu kan ik gewoon zo eruit komen. Top. Oké, ik kan in principe wel even wat eieren gaan verkopen. Lekker boeien. Er waren ook heel veel mensen die dat zeiden van... Je hebt meer dan genoeg eieren verkopen. Gewoon wat boeien. Dus ik verkoop één stekje. En dan heb ik nog een halve stek aan bloks over. Zodat we in ieder geval even die filter kunnen levelen. Het gaat natuurlijk om deze. Hoppakee, kijk, hij is nu gelijk level up. Misschien is hij zelfs al 2 levels omhoog, of niet? Is hij... Wel bijna. Hij is al uitverkocht, die trade. Wat heeft hij nog meer? Ja, ik kan deze doen. Ik weet niet of ik dat wil doen. Hij is middel invuurvol. Of ik verkoop flint, maar dat is ook geen goede trade. Dus ga eens maar even je trade resetten. Hup. Ondertussen koop ik ook even wat bookshelves. Hup, ik heb ze toch bezig. En deze... Oh ja, die is duurder nu. Ja, dat is naar. Dat is heel naar. Oké, wacht. Ik kan deze wel snel even doen, want zo duur is het nou ook weer niet. Kijk dan. Nog een keertje. En hij, die is ook wel level up. Vandaag wil ik trouwens naar de end toe gaan, want ik wil gewoon een elite dan fixen. Dat lijkt me super chill. Wie weet kan ik vast de land vinden. Dus daar gaan we vandaag mee bezig. Maar ik ga eerst even natuurlijk mijn villagers levelen, want ze zijn nu toch aan het werk. Even kijken, ik ga even die boekjes verkopen. En even kijken, kan ik ook met jou... Oh, wat geeft die? Efficiency en breaking. Ah, dit is jammer. Ik had eigenlijk op prot 4 armor gehoopt. Dat zou natuurlijk wel super chill zijn. Kan ik diamonds omruilen? Nee, dat is geen goede trade. Dat is nooit een goede trade. Hij is trouwens nog niet max levels. Eigenlijk moet ik hem nog even maxen natuurlijk. Maar ik wacht denk ik wel even tot zijn trade is gereset, want anders is al mijn eieren zo meteen op. Dat is ook niet de bedoeling. Heb jij nog een leuke trade van me? Helemaal niks, hè? Helemaal niks. Oké, deurtje open. Hoppakee. We hebben weer genoeg getraind. Ik heb ondertussen ook weer 60 boeken te pakken. Oh, ik had al vet veel ijzerdeuren. Heel nice. Ja, de vraag is nu, ga ik gelijk even mijn boog en mijn zwaard combineren? Eigenlijk wilde ik dat niet doen, omdat ik eerst nog enchantments met mijn hoge level wilde doen. Want als je het uitrekent, is dat net wat slimmer. Je kan bijvoorbeeld veel beter als je level 20 bent dingen combineren, want dan gaan er dus 5 levels vanaf. Dus dat is eigenlijk veel minder XP. Dus we moeten het wel even slim uitdenken. Wil ik nog iets enchant? Ja, eigenlijk wil ik beter armor gaan fixen. Maar zoveel diamonds heb ik helemaal niet meer. Dus dat is wel echt naar. We kunnen wel gewoon een nieuwe setje maken, want ja, boeien. We hebben het in principe genoeg, toch? We hebben niet genoeg. Oh, we hebben echt net genoeg. Ik heb 1. Oh, dit is insane. Ik moet echt meer diamonds vinden. Ik heb zo meteen niet eens meer genoeg voor een pickaxe. Oké, daar gaan we dan. Wat krijg ik? Thorns 2. Nee, en Blast Protection. Dat is jammer. Dat zijn klote upgrades. Weer Blast Protection. Even kijken. We doen deze ook gelijk even. Protection 3. Come on, man. Dit zijn hele slechte enchantments. Ik ga ze allemaal disenchanten. Het kan me helemaal niks schelen. Hoppakee. Ik heb nu in principe genoeg levels om dit een paar keer te doen. Kom op, nog een keer. Unbreaking 3. En weer Blast. Oké, deze is op zich oké. Het gaat tegen Blast, maar ik wil eigenlijk prot gewoon. Nog een keer. Ah, dit meen je toch niet, man. Kom op, hé. En Fire Protection. Ja, flikker op, joh. Ik doe wel weer prot 1 voor de helm. Dan ga ik die sowieso disenchanten. Ja, die Unbreaking 3 vind ik sowieso wel belangrijk. En dat staat nu wel op beide. Dus we moeten ook niet te moeilijk gaan doen. Respiration 3. En Fire. Oh, dit meen je toch niet. Oké, dit is op zich wel... Oké, maar er zit geen Unbreaking op. Dus die helm gaat heel snel stuk. Dus die moet ik wel disenchanten. Omdat die anders veel te snel stuk gaat. Unbreaking 3 en Respiration 2. Oh, dit is niet normaal. En ik ben alweer bijna level 30. Zo snel gaat het, hè. Zo snel gaat het. Oké, we gaan het nog een keer doen. Aquafinity en Protection. Maar geen Unbreaking. Wacht, volgens mij had ik een Unbreaking boekje, of niet? Dan kunnen... Ja, kijk, Unbreaking 3. Oké, dan gaan we dat wel lekker doen. Nou, we zijn nu ook bijna level 30. Kan ik nog iets anders enchanten? Ik heb in principe alles geenchant. Dus wat gaan we even doen? We gaan dit even doen. Doen we ook gelijk even aan. Ja, dit zet
setje ga ik nu niet gebruiken, want we gaan ook de end in. Dat is natuurlijk altijd gevaarlijk. Dit trekken we aan en dit trekken we ook gewoon lekker aan. Wat ik met dit setje ga doen, ik heb geen idee. Ik pleur het hier allemaal mooi in. Nu kan ik in ieder geval ook de rest mooi combineren. Sharpness en die kost 5. Huppakee, sharpness 5 hebben we dan in totaal. En ik kan natuurlijk ook die en die mixen. Even kijken, hoe is het andersom? Ook 14. Oké, dat zie je niet vaak dat het beide 14 is. Maar die gaan we mooi ook even doen. Flame en Infinity erbij. Super chill. Dus ik hoef eigenlijk maar één arrow mee te nemen. En dat ga ik ook zeker even doen. Oeh, ik heb trouwens ook die bel. Die wil ik eigenlijk ook even op gaan hangen. Dus laten we dat ook gelijk even gaan doen. Weet je wat? Ik zet de bel op het blok waarop ik ben begonnen. Oh, dit is niet slim. Nu worden ze... Ja, ze worden helemaal panisch. Ja, ze willen vluchten nu. Sorry jongens, het spijt me. Er is niks aan de hand. Wacht. Hebben ze nu nog steeds die goede deals? Of hebben ze nu alleen maar slechte deals? Even kijken hoor. Oké, ze worden niet boos als je dat doet. Is goed om te weten. Oh, niet naar buiten. Jij mag niet naar buiten. Kom even met mij mee. Ja, doe ik even zo. Niet volgen, niet volgen. Goed zo. Oké, het is tijd dat we naar de end gaan. En ik heb hier mijn Frostwalker boots. Die moet ik wel gelijk even meenemen. Zijn er nog andere belangrijke dingen? Ja, ik moet wat enderpuls meenemen. En wat bouwblokken. Nou, die heb ik in principe. Ik heb wat netherrack. Ik kan ook wat van dit cobblestone meenemen. Zijn er ook weer eitjes? Ja hoor, er zijn weer wat eitjes. Oké, 2 eitjes om precies te zijn. 1, 2. Helaas. Oh, hij dropt er weer precies 1. Top, nog 1. Jammer. Oké, daar gaan we weer. Let's go. Oh, wacht. Ik kan dit hele stuk hier overheen lopen eerst. Het scheelt ook weer tijd. Het scheelt trouwens heel veel tijd. Want ik kan bijna tot die tempel aan toe lopen. Zo, uppakee. Hier is het alweer. Toppie. We duiken er gelijk in. En daar zijn we weer. Oké, ik vind het altijd maar heel spannend om een enderpearl erin te gooien. Want dat kan ook vaak genoeg fout gaan. Als je hem niet goed erin gooit, dan val je er gewoon naast en val je van de map af. Ik heb dat wel eens vaker gehad. Heel slecht. Waar is dat klote ding? Oké, eigenlijk moet ik even een soort van trappie maken daar naartoe. Maar ik kan ook wel gewoon recht omhoog. Oké, we zijn erbij. Nou ja, dit is gevaarlijk. Dit is ook weer net naast de map. Nog een beetje omhoog. Yes. En we kunnen wel even een mooi plateautje hier omheen bouwen. Ook erachter even. Want ik ga... Oh, wacht. Ik kan het beste denk ik vanaf deze kant gooien. Ik moet trouwens niet zo moeilijk doen. Je moet er gewoon de enderpearl erin gooien. Maar het gaat wel eens fout. Dat wilde ik zeggen. Het is trouwens super space. Kijk dan. Wow. Dit is heel ziek. Oké, jongens. We gaan in space. Oh, dat bedoel ik dus. Yo, dat ging toch weer bij de fout, hè? Dat zag... Oké. Zag er heel gek uit. Oké, nou, we kunnen hier in ieder geval weer terug. Hij is boos, hij is boos. Sterf, oké, top. Oké, wat ik nu ook gelijk even moet doen, is hier de koorts van opslaan. Als je dit kwijtraakt, heb je een probleem. Een screenshotje altijd maken, kost geen moeite. En we gaan op zoek. Wil ik ook hier iets van? Ja hoor, sure. Ik neem het wel mee. Oh, wacht, deze dingen, daar kan je natuurlijk mee tp'en, hè. Laten we het even proberen. Wacht, kan dit ook naast de map tp'en? Dat je naast de map komt? Oh, oh. Oh, worden ze daar boos van als ik dat doe? Ik keek toch helemaal niks aan. Ah, schrok me dood. Echt, en de mensen zijn nog steeds zulke klote beesten. Sterf. Oké, gewoon lekker in F3-modus lopen. Gewoon third person. En dan gaan we gewoon lekker zoeken naar een schip ergens in de lucht. We hebben sowieso wel veel endermans nodig. Of enderpearls dan, want er zijn heel veel van die eilanden. Kijk, hier bijvoorbeeld ook. Er is ook zo'n gigantische kraten. Pleur er even... wacht. Huh? Zijn daar geen endermans meer? Oké, weet je wat? Ik killde voor zekerheid. Kill ik er gewoon nog een paar. Hup, hup, hup. Hoppakee. En jij... ook gelijk. Hup, niet tp'en. Goed zo. We moeten gewoon in één keer critical hits doen. Hup, tak, tak, huppa. Nog even eentje. Tak, tak, huppa. Oké, ze droppen niet veel, zo te zien. Au, 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 au. Die is dood. Nee, niet boos worden. Niet boos worden. Dat is ook zo mooi. Ik kijk in de game naar beneden en ik kijk ook zo in het echt naar beneden. Ik doe altijd met mijn hoofd mee, dus let daar niet op. Kijk, ik heb 10 enderpearls. Dit moet genoeg zijn. Ik pleur er gelijk. Oh, daar spawnen wel enemies. Ik dacht al, spawnen alleen op het beginners-eiland enemies, maar zo te zien niet. Top! Nou, we gaan lekker even een stukje lopen. Ik ben benieuwd of we gelijk iets kunnen vinden. Ik weet ook niet meer precies waarvoor je moet zoeken. Of je nou die kleine eilandjes juist moet bezoeken of die grote. Ik dacht gewoon de grote. Of ik dacht eigenlijk dat het gewoon random was. Dus we gaan gewoon lekker een stukje lopen. We lopen ook lekker naar voren. Dus ook... Oh, daar zijn we al bij eentje. Nu is het ook heel makkelijk om te onthouden hoe ik weer terugkom. Maar hier zit geen schip bij. Dus daar heb ik geen Elytra. Toch ga ik het wel even reden natuurlijk. Voor een shulkerboxje. Ja, ja. De waterbucket pak ik er ook gelijk bij. Oh, the city at the end of the game. Oké. Okay. Kill hem. Kill hem. Kill hem. Hoppakee, die is dood. Toch? Of tp'de die nou? Oh... Nee, daar gaan we al. Gaan we al. Gelijk even hier klemmen. Ah, dit is dom. Ik haat dit echt. Dit is echt zo dom. Dit is zo dom. Kom op, laat me nou. Oké, ik moet wel even mijn health full houden. Want straks val ik een keertje naar beneden. Oké, het is gestopt. Ik moet hem even killen nog. Hup, hup, die is dood. Nice. Nou, we gaan naar binnen. Oh, hier zitten er ook weer 2. Ja hoor. Komt er maar. Top. Wat droppen ze allemaal van die shulker shells? Hoeveel heb je ook alweer nodig voor een shulker box? Is dat gewoon 8? Hetzelfde als een kist? Ik heb al zo lang niet meer een shulker box gemaakt. Nou, dit stukje parcours. Altijd leuk. Hoppakee. Oh, ik word geraakt of niet? Wat ik geraakt? Wat ik geraakt? Oh, er zit hier echt heel veel. Er zit hier echt heel veel. Ga weg. Ah. Oké, dit doet het oud. Dit doet het oud. Dit doet het oud. Die is dood. Die is dood.
Gauw, gauw. Eet. Ik moet healen, Oké, zoveel damage doet het niet. Valt mee. Kijk, die is dood. Nice. Oké, ik ga zo echt kaart naar beneden van. Oh, ik ben bij de kisten. Maar ik moet ze eigenlijk eerst wel even killen, natuurlijk. Het duurt weer echt extreem lang. Al die ballen tikken maar. Oké, weet je wat? Ik ga eens even loot. Oh, een saddeltje. Oké, kap nou even met schieten, want anders blijf ik hier hangen. Diamond meuk, wat zit hierop? Efficiency 3, jammer. We nemen het natuurlijk wel even mee. Beetroots, oh, die heb ik nog niet. Kijk eens even, beetroots. Oh, die klote ballen, oké, ik moet ze echt nu killen. Oh, kom op man, kom op. Is er ook een manier om hier vanaf te komen? Ja, je kan melk meenemen volgens mij, maar dit is super. Ah, dit bedoel ik dus. Kom op. Ja, die is dood, top. Oké, raak me maar met die bal, ik wil omhoog. Let me rise. Oké, we stijgen op en nu killen we hem. Huppakee, die is dood. En we vliegen mooi omhoog. Die even meenemen, die entrots. Ik weet niet wat ik daar eigenlijk mee kan. Nou, we hebben dit nu denk ik wel grotendeels geloot. Huppakee, even Enderman killen. Zo kan ik er ook heel makkelijk weer af te peen natuurlijk. Oké, ik kom van die kant toch? Moet ik wel even onthouden waar ik nou precies vandaan kom. Volgens mij, ja, ik kom van die kant. Kan even naar een eilandje hiernaast gaan. Te loeren. Zie ik toevallig hier iets van boven? Helemaal niks. Oké, gaan we eerst even naar beneden te peen. Huppakee. Recht naar beneden. Jij gaat dood. Oké, en dan gaan we nu even naar links toe. Want ik heb het idee dat daar ook wel wat kan zitten. Let's go. Nou, dit gaat nog niet zo makkelijk als ik denk, hoor. Jongen. Echt, wat is... Je komt zo vaak... Oh, nu kom ik toevallig wel weer iets tegen. Is dat een schip? Oh, nee, dat is ook weer geen schip. Nee. Zit daar een schip aan vast? Dat zou kunnen. Ja, je moet soms echt een pok in het lopen, joh. Ja, dit is een grote, hoor. Oh, daar zit een schip. Ja. Oké, nice. Ik zie hem. Ja, hoor. Dit is hem. The dream. We gaan hier langs. Daar omhoog. Huppakee. Oh, hier zitten er weer twee. Kill hem quick. Ik kan ze wel ontwijken. Oh, kijk de dodges. Sterf. Waarom gaat hij niet dood? Omdat hij dicht zit? Wat? Oké, ik krijg hem niet dicht. Ik weet niet waarom. Oh, je kan die bal ook kapot tikken? Dat wist ik niet eens. Oh, kijk. Tik de bal. Kan ik hem tikken? Oh, je kan hem gewoon tikken, joh. Oh, dat is chill. Ik dacht dat je ze moest ontwijken. Maar je kan ze dus ook gewoon stuk slaan. Oké, zit hier al iets? Zoals deze blokken zijn ook best wel nice om mee te nemen. Maar dat ga ik nu niet doen. Omdat ik ook niet echt nog een doel heb wat ik ermee wil doen. Kan ik dit stuk skippen? Is het slim? Nee, wacht. Die boos zit ook sowieso een kist. 100%. Oké. Ja, laten we maar opstuigen. Oh, dit klote parcours. Ja, raak me maar juist. Ik vind het prima. Hier, huppakee. Gaat dat makkelijker? Huppakee, die is ook dood. En nice. Eigenlijk hadden ze dit plafond gewoon open moeten maken. Ja, dan heb je een probleem. Maar in dit geval vind ik het helemaal niet erg. Oké, kan ik hier buiten iets vinden? Nee, die dingen. Oh, ik kan hier wel opspringen. Dat is wel chill. Zou ik hier bovenin nog kunnen komen? Let me have a looky look. Nope, is het nog maar niks. Oké. Zo, dan gaan we even lekker naar beneden. Oh, daar komt er weer een. Oeh, niet meer hier raken. Ah! Ah, hij tapeet weg. Oh, weg hier. Niet naar buiten. Ik moet hier naar binnen. Hier zit... Oh, een ene chest. Wat een klote beest ook. Oké, deze kan ik wel heel chill killen. Dat is wel chill. Die is dood. Kom op, zak nou naar beneden. Ja, oké, top. Deze moet ik ook echt killen. Kom op, ga nou dood. Oh, als die hem aantikte. Weg met die bal. Ah! Ja, die zijn gevaarlijk daarbuiten. Oké, ze komen ook gewoon naar binnen, die klote dingen. Oké, wat zit er in deze kist? Zitten diamonds in? 7 diamonds, maar liefst. Kijk, dat is echt heel erg chill. Oh. Ik hoor weer allemaal ballen. Wat zit er nog meer in? Golden Horse Armor. Ja, die heb ik niet. Oh, Mending. Nou. En Silk Touch. Dat is chill. Wacht, hier zat ook Silk Touch op. Ja, oké, dan valt het ook wel weer mee. Mending is natuurlijk wel heel erg chill. Wat? Oh, ik dacht dat je gewoon dat ding kreeg. Daar had ik de Silk Touch voor nodig. Oké. Even kijken, zit hier nog een kissie? Nope, dan gaan we weer verder omhoog. Want hier zit er sowieso wel wat. Rustig even omhoog parcouren. Oh, het is hier gelijk druk. Echt, ja, hier kan je weer net niet omhoog klimmen. Ah, come on, man. Oh, hier zitten er zoveel. Ja, dit is een heel naar stuk. Hier wil juist denk ik geraakt worden door die bal, of niet? Oh, nou, geen damage doen, please. Au. Oké, ik passeer even als jullie het niet erg vinden. Oké, ik vlieg al. Yo, wat is dit? Er zit hier zoveel. Wat is dit? Ik ga hartstikke rood. Oké, ik ga eerst naar deze toren. Dit is insane druk. Dit is niet normaal. Er zijn zoveel ballen. Ga weg met die klote ballen. Ze blijven maar knallen, joh. Oké, eten. Wacht, waar zit dat schip ook weer? Zit hij hier? Nee, zit hier niet. Oké, ik kan hier wel mooi naar binnen. Kijk, we zijn gelijk bij dat kissie. Als jij nou even weg... Ah, klote ding. Jij gaat dood. Hup, die is dood. Hier zit er ook nog één. Oké, even looten. Looting 3! Oeh, en sharpness 5 en mending. Wauw.
Die is insane. Ik heb net dit ding gemaakt, dus daar heb ik helemaal niks aan. Oh, wow, dit is heel ziek. Oké, de rest laat ik gewoon mooi staan. Wacht, kan ik dit ding met de shovel hakken in die chest? Wacht, eerst even tot ik hier naar beneden val. Kom op, ik word weer net geraakt. Oké, daar zit er ook een. Die moet ik ook even killen. Er zitten er twee zelfs. Kom op, hit hem. Echt, wat een klote beest ook. Ik vind het heel irritant. Ik word er helemaal gek van. Hoeveel tik moet hij hebben? Hup, ga dood. Oh, ik ga gewoon snipen. Ik heb een boog bij me. Oh, dat is zo dom. Waarom doe ik dat niet eerder, joh? Ik heb een boog. Oh, dat is zo handig met een boog. We kunnen alles zo makkelijk clean sweepen gewoon. Dat is gewoon normaal. Gaan we weer. Oké, ik ga het proberen. Kan ik dit ding met de shovel hakken? We gaan het even testen. Even kijken hoe lang dit duurt. Of het überhaupt mogelijk is. Straks is het gewoon niet mogelijk. Nou, zo te zien breekt hij wel aan de zijkant. Oh, nee, niet. Aan de bovenkant zie ik pas iets. Wauw. Ik wil gewoon kijken of dit werkt. Dit gaat extreem lang duren. Okay, we hebben er 3 cracks erin. Oh, er komt eentje die tp't erin. Nee, waarom tp't ineens dan binnen? Oké, ik stijg op. Ik stijg op. We kunnen doorgaan met het hakken. Ja, we gaan lekker door met het hakken. Totdat hij me raakt natuurlijk. Waarom doe ik dit? Dit is zo dom. Ik ben nu al een minuut aan het hakken. Nice. Terwijl ik hem ook gewoon zelf kan craften. Maar dat maakt niet uit, we doen het gewoon lekker zo. Ik vind het gewoon leuk, ik wil het gewoon proberen. Inmiddels 3 minuten later of zo, ik heb geen idee. We hebben hem wel echt bijna. Oh! En ik krijg hem niet. Ik dacht dat Silk Touch op alles werkte. Het werkt niet. Oké, prima joh, hè. Ga ik wel weer weg. Ik had wel verwacht dat dat ging werken, hoor. Oké, dat is het chill. Ik heb nu die boog. Ik ga ze echt gelijk snijpen waar ze ook zitten. Ik ga ze gelijk snijpen. Kijk, daar zit er één. Hé, gaat dood. Ja, top, top. En die ballen, die kan ik ook gewoon wegkaatsen. Kijk. Oh, dat is sick. Oh, oké, er komen ineens heel veel. Er komen ineens heel veel. Ik weet niet of dit zo handig is. Ik moet gewoon hier naar binnen. Laten we gewoon gauw naar binnen gaan. Let's go. Ik ga gewoon naar binnen. Raak me maar. Raak me maar. Die is dood. Die gaat even gauw dood. Ja, die is dood. En naar binnen, naar binnen, naar binnen. Naar binnen. Ja, oké, we gaan naar binnen. We gaan omhoog. We gaan het doen. Huppakee. Dood. Sterf. Huppakee, die is ook dood. Oh, is dit de kist hierboven? Ja, we hebben er één. Wat zit erin? Oh, weer een pickaxe. En beetroot seeds. Nou, die neem ik ook wel lekker mee op boeien. En mending protection 3. Oh, en waarom ging ik dit niet eerst doen? En daarna pas thuis een nieuw setje maken. Dat is zonde. Dit is gewoon echt zonde. Ik heb geen zin meer om de rest allemaal te looten. Oké, we moeten nog die toren. En het schip natuurlijk nog. Ik kan trouwens vanaf hier het beste is naar het schip toe. Dus laten we die als eerst mooi meepakken. Als dit fout gaat, je moet hem altijd op dat ding gooien. Zodat je erop valt. Dit kan niet fout gaan. Dit kan niet fout gaan. Oh! Het ging bijna fout. Het ging bijna fout. Oké. Wauw. Dat is insane. Dat is echt insane. Hup. Tak. Tak. Kom op. Ik ben bijna dood. Bijna dood. Ga dood. Oh. Insane. Woe. We did it. Hier staat ook nog een enderman. Ook dood. Nice. Oké. Kom hier met dat ding. Ja hoor. We hebben hem. We hebben hem gewoon, die Chorus Fruits weg. Kan nu gelijk trouwens wegvliegen als ik wil. Dus dat gaan we zo meteen gelijk even doen. Prot 4 en Breaking 3. Dit is zo zonde. En ook, dit had ik echt van tevoren moeten weten. Dit is zo dom dat ik dit niet eerder deed. Oké, wat gaan we weggooien? Dit kan weg. En wat zit hier op Sharpness? Ja, die hoef ik denk ik niet eens mee te nemen. Want ik ga er toch nooit iets mee doen. Maar ik ga het toch lekker doen. Wat zit hierin? Oh, diamonds. En Prot 3. Zo mijn hele info. Kijk, mijn info dan. Oké, weet je wat? Dat zwaard hoef ik denk ik niet. Of even kijken, wat hoef ik anders niet? Is er ander iets? Ja, Sharpness 3. Dat zijn toch maar 2000. Dan heb ik liever dit mee. En wat zit hierin? Ja, Instant Health Potions. Hoef ik eigenlijk niet. Mijn inf zit toch al helemaal vol. Ik weet ook niet echt wat ik daarmee kan. Nou, die Elytra kan natuurlijk gelijk aan. Die kunnen we ook gelijk gaan testen. Ik neem ook nog een paar van die Entrots mee. Hoppakee, kan nu toch heel mooi. Oh, oppassen nou, oppassen nou. Hé, wat zit... Oh! 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 Ik schrok me dood, joh. Ik schrok me echt helemaal dood. Die drakenkop zit... Dat weet ik. We hebben het oprecht niet eens geweten. Zit hij hier dus? Ah. Oké, hier gaan we even klemmen en zo. Oh, dat deed best ouw. Oké, laten we hem even snipen. Die is echt heel irritant. Ga weg. Sterf. En nu zit hij dicht. Ja, als hij dicht zit, dan doet hij dus gewoon minder damage. Aha. Oh, daar zit er ook één. Weg. Ja, nice. Waar zit deze dan? Waar schiet hij vandaan? Waar schieten ze vandaan? Oké, die drakenkop, die moet ik hebben. Mag, die kan ik gewoon hakken, toch? Mag ik hopen? Ja, die kan ik sowieso gewoon hakken. Dat weet ik uit ervaring. Ik heb namelijk wel vaker zo'n ding gehakt. En als het niet zo is, dan ben ik gescamd. Oké, wat gaan we droppen? We gaan... De netherrack droppen. Hup, weg ermee. Ik heb ook nog een andere stack. Zo, en dan ga ik dit even hakken. Ja, we gaan het gewoon doen. Dit kan, hè? Dit kan, toch? Ja hoor, we hebben hem. Oh, dit is sick. Dit is heel chill. Dragon heetje. Oh, mijn Elytra is trouwens gekleurd. Dat is chill. Sinds wanneer is dat een ding? Volgens mij ligt dat dan Optifine. Oké, ik moet weer terug. Oh ja, die toren, die moet ik nog hebben. Dat is een hele grote toren. Wat ik nu eigenlijk even wil doen, is even er naartoe vliegen en dan enderpearlen. Dat klinkt als een heel dom idee, maar het gaat echt werken. Let maar op. 3, 2, 1. Huppakee, ja. Ja, kijk, en dat doe ik. Zo. Huppakee. Oh, kijk. Het werkt. Ik kan het beste me hier laten raken. Kijk, en dan ga ik gewoon omhoog. En dan vlieg ik gewoon mooi dit stuk omhoog. 4, 3, 2,
1. Oh, net, echt net. Oké, top. Hier, nou, omhoog zo. Oh, hier zit niks in de toren. Wat? Ah, nog een keer. Kom op. Waarom kan ik daar niet in komen? Zit hier aan. Hey, wat zit hier in? Oh, er zijn die banners. Ja, die banners hoef ik op zich niet. Alhoewel, is ook wel een leuk iets om mee te nemen. Ik kan het wel chill ophangen aan mijn huis. Banners zijn voor mij eigenlijk ook niet te regelen. Omdat ik natuurlijk geen wol heb. Oh, trouwens ook via een villager kan ik ook gewoon banners kopen. Alleen ja, ik kan bijna niks meer droppen, joh. Ik heb echt alles wat ik kon droppen, heb ik gedropt. Misschien drop ik wel mijn eigen shovel gewoon. Omdat, ja, ik heb het toch twee en het kost maar één. Dus ja. Weet je wat, dat ga ik ook lekker doen. Zo, we doen het mooi zo. En dan kan ik nu de banners mooi meenemen. Hoppakee, komt u maar. Oh, die valt naar beneden. Oké, ze vallen volgens mij allemaal nog beneden, maar dat boeit me niks. Ik loop wel even naar beneden. Oké, gaan we dan. Let's go. Oké, we moeten even helemaal naar beneden hier, want even kijken hoor. Oh, oh, oh. Pas op, pas op, pas op, pas op, pas op, pas op. Ah. Hoe gaan we dat doen? Kom op. Kill hem, kill hem. Die is dood. Oh, hier zit, kijk, hier zit er de kist al. Hier zit ze al. Nice, daar zit er ook een. Oh, oké, even kijken hoor. Even wacht, ga ik deze even weg. Krijg je wat obsidian erbij. Het zit hierin. Oh, nou, die is ook lekker hoor. Er zit knockback nog bij. Die heb ik ook nog niet. Dus we moeten weer even iets droppen. Oké, wie schiet er steeds op mij? Boeit me ook helemaal niks. Want ik boeit me ook heel weinig. Wacht, ik drop dat goud gewoon. Huppakee, zo. Dat goud heb ik nu echt niet nodig. Huh! Oké, dan gaan we verder. Oh, wacht. Hier ben ik dus al geweest bovenin. Dus dit was het. We hebben het nu allemaal gehad als het goed is. Oké, ga open. Ja, hij gaat open. Tak. Huppakee. Oh. Zo, nou, het is nu mooi geweest. Ik ga wel even vliegen. Oh, wat doe ik? Wat doe ik? Waarom doet mijn elytra dat niet? Dat deed heel veel damage. Oké, ik ga wel naar beneden lopen. We doen het rustig, we doen het rustig. Ik wilde eigenlijk van de toren afvliegen. Wat doe ik nou? Up, naar buiten. En gaan. Hoppakee, we gaan. Yeah. Nou, dat was een leuk avontuurtje hoor. Jongen, jongen. Al deze armor wordt hier mooi ingedumpt. Het is echt insane veel. Al deze meuk ook. Die beetroot seeds, ja, die kunnen we ook gaan verbouwen. En ik heb dus die dragon head. Ah, dat is vet. Die moet ik even ophangen. Dit is heel... Dit is wel echt ziek, hoor. Een paar van die bannetjes ophangen. Dat maakt het wel wat mooier allemaal. Kijk eens even. Wat een franje ook. Daarboven kan mooi één. Ja, hoor. Prachtig. Ik heb precies genoeg. Oh, nee, wacht. Ik heb eentje extra. Maar wacht, die zou ik hierachter mooi kunnen ophangen. Dus... Daar. Kom op. Even eentje hoger. Dus precies daar. Zo. Dit was weer de video van vandaag. Vond jij het leuk? Abonneer dan even op mijn kanaal en like de video. Tot de volgende keer. Dikke doei. Dikke later.